Today, we continue our study of the book of Isaiah. Vandaag gaan we verder met onze studie van het boek Jesaja. And while the subject of today's session is the last part of chapter 11 and chapter 12, that means our focus is upon just 13 verses in Isaiah. En hoewel we vandaag zowel het einde van hoofdstuk 11 behandelen als het hele hoofdstuk 12, betekent dat dat we slechts 13 versen behandelen vandaag. That's not going to mean a simple session, because these are not simple verses. Dat betekent niet dat het een simpele sessie zal worden, want het zijn geen eenvoudige versen. The problems really begin in trying to understand what the verses are saying, because many of them are subject to a number of possible interpretations. Het probleem ontstaat als we gaan te proberen te begrijpen wat die versen zeggen, dat er diverse manieren zijn om versen te interpreteren. Let's take as our first example the first verse that we're discussing today, which is chapter 11, verse 10. We discussed through verse 9 in our last session. En ter voorbeeld zullen we beginnen met vers 10 van hoofdstuk 11. De vorige keer hebben we als laatste vers 9 van hoofdstuk 11 behandeld. Now, as we can see, the text tells us, and it shall come to pass in that day, and of course this is describing the circumstances of the redemption of the Redeemer, of the Messiah, having come, in that day that the root of Jesse, that stands for an ensign of the peoples, unto him shall the nations seek, and his resting place shall be glorious. En dit vers zegt ons, want op die dag, en dat is de dag na de verlossing, als de verlosser, de Messias, gekomen is, want op die dag zal de wortel van Isi er zijn, die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen, zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Now of course, the metaphor of the root of Jesse, we recall from the manner in which the Redeemer is first described. En met betrekking tot die wortel van Isi herinneren we ons wat er geschreven staat tot de verlosser waar die beschreven wordt. After describing the hordes of the enemy, of Assyria in particular, as the trees that are chopped down, we saw at the beginning of chapter 11 that a shoot springs forth from the stock of Jesse and a blossom from that root. So this is the root. Nadat we hebben gezien dat de vijanden, met name Assyrië, zijn neergehouden, ze werden vergeleken met bomen en die bomen zijn neergehouden, lezen we aan het begin van hoofdstuk 11 dat er een twijgje zal opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isi en een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En hier lezen we dus in vers 10 opnieuw van de wortel van Isi. The first question that we need to ask is, what is meant by this metaphorical description of the root of Jesse standing for an ensign of the peoples? An ensign is like a banner waving that the forces, in particular military forces, come to which they congregate in going out to battle. En we moeten ons dus afvragen, en eerst ook wat het betekent, dat die wortel van Isi zal staan als banier voor de volken, of een eindteken. En zo'n banier is een vlag, zeg maar, waar de troepen naartoe komen om zich te verzamelen om te gaan strijden. Broadly, there are two possibilities. Er zijn grofweg twee mogelijkheden. One is the ensign, the banner to which everyone is coming,
is in the same vein as two verses later. In verse 12, we read that God will set up an ensign for the nations and will assemble the dispersed of Israel. That is, the ensign, that point of congregation, is the place to which all of the dispersed will congregate in coming home. En een van die mogelijkheden lezen we twee versen verder. Als daar staat, hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. Zo is die banier dus een punt voor de ballingen van Israël om zich daar te verzamelen. We know after all that the redemption is ultimately not only a redemption of Israel, but a redemption of the world. And so we can well appreciate that the root of Jesse stands for an ensign of the peoples, of all the world's peoples. En we weten dat de verlossing uiteindelijk niet alleen voor Israël is, maar voor alle volken. En zo kunnen we ons voorstellen dat die banier voor alle volken een punt zal zijn om zich op te richten. Well, this of course is true, but the ordinary context of speaking of an ensign is, again, in an army, going out to battle. En dit kan het geval zijn, maar doorgaans, normaal gesproken, is een banier een vlag waar troepen zich verzamelen om te strijden. The other possibility then is that when the Redeemer, the root of Jesse, appears, that will instigate the peoples of the world to come to do battle against him. And in dat geval, de andere mogelijkheid is dus dat als de verlosser, de wortel van Izzy, komt, dan zullen de volken geërgerd zijn en zich verzamelen om strijd te voeren tegen hem. This really isn't something new to us, because we're already well familiar with that from the words of later prophets. En dat hoeft voor ons ook geen verrassing te zijn, want we weten dat al uit de woorden van latere profeten. Ezekiel in chapter 38 describes vividly the final battle of the nations against God. The battle of Gog and Magog, fought here in the land of Israel. Ezekiel beschrijft in hoofdstuk 38 in de geuren en kleuren de strijd van de volken tegen God, hier uitgevochten in het land Israël. As a vivid expression in Ezekiel chapter 38, verse 16, you shall come up against my people Israel as a cloud to cover the land. It shall be in the end of days, and I will bring you against my land. En in een levendige beschrijving staat bijvoorbeeld in Ezekiel 38, vers 16. U zult als een wolk optrekken tegen mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren aan het einde der dagen. Dan zal ik u over mijn land doen komen. Now, of course, we should stress this doesn't mean that God has revoked the free will of Gog and Magog and forced them to do battle against him in the land of Israel. Dit betekent natuurlijk niet dat God de vrije wil van de volken, van Gog en Magog, heeft weggenomen, zodat ze wel moeten strijden tegen hem in het land Israël. As we've discussed on other occasions, so this doesn't imply that free will is taken away from Gog and Magog, but that there is a divine plan that Gog and Magog, and indeed all people, as we've discussed on other occasions, choose
to become part of, to become part of this plan through the choices they make, for better and for worse. Dit betekent dus niet dat Gog en Magog geen vrije wil zouden hebben, maar wel dat ze in een plan passen, onderdeel zijn van een plan, en door hun keuzes die ze uit vrije wil maken, spelen ze een rol in dat plan van God, ten goede of ten kwade. The role of all this in God's plan, the conclusion of verse 16, that the nations may know me, when I shall be sanctified through you, O Gog, before their eyes. En het doel van het plan staat aan het einde van vers 16, als daar staat, zodat de heidenvolken mij kennen, wanneer ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word. And indeed, after God meets out the punishment to Gog and Magog and all the hordes that are with them, we read in verse 23, thus will I magnify myself and sanctify myself, and I will make myself known in the eyes of many nations, and they shall know that I am God. En als God dan de straf heeft toegemeten aan Gog en Magog in de volgende versen, dan lezen we daarna in vers 23 ook weer, zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Of course we should always stress, obviously, God being magnified and sanctified in the world is not to do him any favor. We moeten daarbij natuurlijk opmerken dat als God groot gemaakt wordt en geheiligd wordt, dan doen we hem daar op zich geen gunst mee. God certainly doesn't need our recognizing his greatness. God heeft het niet nodig dat we zijn grootheid erkennen. We do. Wij hebben dat nodig. God, after all, is absolute goodness, absolute righteousness, absolute truth, absolute justice. The magnification and sanctification of God is the magnification and sanctification of all those, everything that is valuable in our lives in this world. God is immers op en top gerechtigheid, ja, recht en liefde, rechtvaardigheid. En de erkenning van hem is dus ook erkenning van die rechtvaardigheid. And in much the same vein as we read in Ezekiel chapter 38, likewise in the last chapter of Zechariah, in Zechariah chapter 14. En we lezen iets vergelijkbaars als in dit hoofdstuk in Zechariah 14. We read similarly from verse 2, I will gather all nations against Jerusalem to battle. Zechariah 14 vers 2, dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. And verse 3, then God goes forth and fights against those nations. Vers 3, dan zal de Heer uittrekken en tegen die heidenvolken strijden. And the conclusion, verse 9, then God will be king over all the earth. In that day God will be one and his name one. En de conclusie in vers 9, de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere één zijn en zijn naam zal één zijn. So, returning to Isaiah chapter 11 verse 10. Dus we gaan weer terug naar Jesaja 11 vers 10. We could understand then the root of Jesse that stands for an ensign of the peoples as that point to which the nations congregate in coming to do battle with God and the Messiah whom he has sent. We kunnen dus begrijpen dat die wortel van Izzi, die als een banier zal staan voor de volken,
een banier is waar de volken zich naartoe verzamelen om strijd te voeren tegen God en tegen zijn gezalfde. Ultimately, either because there will be nations that will recognize God's hand and of their own volition submit to God and his sent Redeemer, or those nations that refuse to recognize it will be subdued by the force of God's hand, one way or the other, eventually, unto him shall the nations seek, and his resting place shall be glorious. En of het nu zo is dat de volken uiteindelijk tot erkenning zullen komen van God, van zijn macht en van degene die hij gezonden heeft, zijn gezalfde, of dat het meer met kracht gaat, dat de volken onderworpen worden door God. Linksom of rechtsom, het einde van het vers duidt aan, naar hem zullen de heidenvolken vragen, zijn rustplaats zal heerlijk zijn. It shall be glorious because ultimately everyone will recognize this is indeed the most significant event in the history of the world. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn omdat iedereen zal erkennen dat dit het meest belangrijke, de meest belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van de wereld zal zijn. Ultimately, all the nations will come before him. Uiteindelijk zullen alle naties voor hem komen. And it is of course in that vein that we continue with verses 11 and on. En op deze voet gaan we verder met vers 11 en daarna. That is in particular as part of that homecoming to God here in Jerusalem. En dat gaat dus over het thuiskomen van alle volken hier in Jeruzalem. It shall come to pass in that day that God will set his hand again the second time to acquire the remnant of his people that shall remain from Assyria and from Egypt and from all the other places. En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw voor de tweede keer met zijn hand de rest van zijn volk zal verwerven, die overgebleven zal zijn in Assyrië, in Egypte en in nog een aantal andere plaatsen. They are only a remnant. Het is slechts een overblijfsel. Many, most, will not return. Velen, de meeste, zullen niet terugkeren. But still, that return is an absolutely essential component of the vision of the prophets for the future of the world. Maar toch, die terugkeer van dat overblijfsel is een essentieel onderdeel van de visie van de profeten in de geschiedenis van de wereld. Indeed, this is something we see not only in the words of the prophets, but even in the words of the Torah. We zien dat niet alleen in de woorden van de profeten, maar ook in de woorden van de Torah. In Deuteronomy chapter 30, from verse 3, after all of the travails have been endured, then God your Lord will return your captivity and have compassion upon you, and will return and gather you from all the peoples where God your Lord had scattered you. We lezen uit Deuteronomium 30, vers 3, dat zich afspeelt nadat er allerlei rampen het volk zijn overkomen. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere uw God u verspreid had. And that means even, as we read in verse 4, if any of you are dispersed in the uttermost parts of heaven, as far away as you are, ultimately there is that ingathering. En het gaat zelfs zo ver
zoals we in vers 4 lezen, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. Furthermore, as we see in Psalm 147, in verse 2, God builds up Jerusalem and gathers together the dispersed of Israel. This ingathering is a crucial component of the rebuilding of God's city, Jerusalem. En verder lezen we in Psalm 147, vers 2. De Heere bouwt Jeruzalem op. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Het inzamelen van de ballingen van Israël, de verdrevenen van Israël, is een essentieel onderdeel van de opbouw, de heropbouw van Jeruzalem. Indeed, both the ingathering and the rebuilding of Jerusalem are by implication the prerequisites of the final resolution of everything when God heals the broken in heart and binds up their wounds, as we read in the following verse, in verse 3. En die, zowel dat, die inzameling als het heropbouwen van Jeruzalem zijn voorwaarden voor de oplossing voor alles wat we in het vers erop lezen in Psalm 147 vers 3. Hij geneest de gebrokenen van hart, hij verbindt hen in hun leed. Now, the theme of the ingathering of the dispersed of Israel is one that appears so many times, in so many contexts, in the words of the prophets, that starting to go through even a short list would take much more time than we have. Het thema van het inzamelen van de verdrevenen van Israël komt zo vaak terug in de profeten, dat zelfs al zouden we maar een korte selectie daarvan behandelen, dan zou het nog te veel zijn voor één avond. We'll note besides the words of Isaiah, Ezekiel chapter 28, chapter 36, chapter 39. We hebben de woorden van Jesaja en Ezekiel, als ik het goed heb, 26 of 28, 36 en 38. But because our time is limited, we continue with a crucial additional component of that ingathering, and that brings us back to Isaiah chapter 11, in particular verse 12. Maar omdat onze tijd beperkt is, zullen we ons vandaag toeleggen op een aspect van die inzameling. En dat brengt ons weer terug naar Jesaja 11, vers 12. Redemption, if it is true redemption, must involve a complete reconciliation. Verlossing, als het een ware verlossing is, moet een totale verzoening behelzen. Just as we discussed in verse 10, it will involve not only the nation of Israel, but ultimately all of the nations of the world coming together, so too there needs to be an internal reconciliation in Israel. Net zoals dat we in vers 10 lazen, lezen we ook in vers 12 dat alle heidenvolken, alle volken zijn daarbij betrokken. En al die volken zijn betrokken bij die verzoening die hier plaats moet vinden in Israël. And this is the theme that we see emphasized in verses 12 and 13. He will set up an ensign for the nations and will assemble the dispersed of Israel and gather together the scattered of Judah from the four corners of the earth. And of course, we note, mentioned here are both Israel and Judah. We lezen in vers 12, hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. We merken op,
Het gaat hier zowel over de verdrevenen van Israël als die van Juda. Of course, Judah is part of the people of Israel. Natuurlijk is Juda onderdeel van het volk Israël. But at the same time, we realize that ever since the kingdom was split after the death of King Solomon, there is Israel and Judah, and they go their separate ways. Sometimes they even fought wars against one another. Maar we moeten natuurlijk ook in ogenschouw nemen dat na de dood van Salomo er twee rijken ontstonden, het noordelijke rijk van Israël en het zuidelijke rijk van Juda. En die gingen elk hun eigen weg en ze voerden zelfs oorlogen tegen elkaar. So it is in this vein that we read in verse 13, the envy also of Ephraim shall depart, and they that harass Judah shall be cut off. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim. En daarom lezen we dan ook in vers 13, dan zal de afgunst van Ephraim verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Ephraim zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Ephraim niet meer in het nauw drijven. The dichotomy between Judah and Israel is exactly the same in different words as the dichotomy between Judah and Ephraim. Die dichotomie of het onderscheid tussen Juda en Israël en tussen Ephraim en Juda, die is precies hetzelfde. Ephraim symbolizing the alternative to the leadership of Judah. Ephraim symboliseert het als alternatief het leiderschap van Israël. We don't need to look very far in the Bible to see the roots of that conflict. We hoeven niet heel ver te kijken voor de oorzaak van het conflict tussen Juda en Ephraim. Remember, Ephraim is the second but dominant son of Joseph. Herinner je dat Ephraim de tweede, maar de voornaamste is van twee zonen van Jozef? Judah and Joseph. Juda en Jozef. Judah was the one who proposed that Joseph be sold into slavery. Juda was degene die verzorgde dat Jozef werd verkocht in slavernij. Judah likewise is the one who leads his brothers in coming before the mysterious, harsh ruler of Egypt, who of course is none other than Joseph, in pleading for the release of Benjamin. En het is ook Juda die het voortouw neemt als de broers voor die onbekende, hardvochtige heerser in Egypte komt, wat natuurlijk niemand anders is dan Jozef, als ze daar komen om Benjamin vrij te pleiten. So the split of the kingdom that takes place between Judah and the rest of Israel, or to express it in different words, Judah and Ephraim, is simply the culmination of a process that has very deep, festering roots. Dus die dat conflict, zeg maar, tussen Juda en Israël, of in andere woorden tussen Juda en Ephraim, dat vindt zijn oorzaak veel eerder. En het is slechts een toppunt, zeg maar, van een etterende een etterend conflict, een etterende wond. Restoration. Redemption necessarily, again, entails reconciliation, resolution. Reconciliation and resolution of everything that's still dangling as an open sore that has not yet healed. Dus de verlossing omvat, moet ook omvatten, een volledige verzoening en oplossing van alle nog openstaande problemen die als een soort open zweer nog aanwezig zijn.
this theme of Judah and Israel coming back together is one likewise that we find repeatedly in the words of the prophets. Say that again, please. This theme of the reconciliation of Judah and Israel is one that we find repeatedly throughout the words of the prophets. Dit thema van verzoening tussen Juda en Efraïm, tussen Juda en Israël, is er een die we terugvinden voortdurend in de profeten. Isaiah's contemporary, the prophet Hosea, in chapter 2, in verse 2, likewise speaks of the children of Judah and the children of Israel being gathered together and appointing for themselves one head and going up out of the land in returning to the land of Israel. Een tijdgenoot van Jesaja, Hosea, zegt in hoofdstuk 2, vers 2, spreekt hij ook over dat Juda en Israël één hoofd over zich kiezen om samen terug te keren naar het land. This likewise is a recurrent theme in the words of the prophets, perhaps in particular the prophet Jeremiah. Het is ook een belangrijk thema in andere profeten, misschien wel in het bijzonder bij de profeet Jeremia. In Jeremiah chapter 3, in verse 18, in those days the house of Judah shall walk with the house of Israel, and they shall come together out of the land of the north. In Jeremia 3, vers 18. In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. Tezamen zullen zij komen uit het land in het noorden naar het land dat ik uw vaderen in erfelijk bezit heb gegeven. And again, we don't have time to consider all the passages in Jeremiah, in chapter 30, chapter 31, chapter 33, chapter 50. En nogmaals, we hebben niet de tijd om al die hoofdstukken ook van Jeremia te behandelen, zoals hoofdstuk 30, 31, 33 en 50. But ultimately, the redemption must necessarily involve this reconciliation. Maar die verlossing moet uiteindelijk die verzoening omvatten. Because, as so aptly expressed near the end of Jeremiah in chapter 51, verse 5, Israel is not widowed, nor Judah, of his God, of the Lord of hosts. Want zo wordt het uitgedrukt aan het einde van Jeremia in hoofdstuk 51, vers 5. Want Israël, nog Juda, wordt als weduwe achtergelaten door zijn God. Perhaps the prophecy that most revolves around this theme is in Ezekiel chapter 37. Misschien is het vers dat nog het meest over dit thema gaat wel te vinden in Ezekiel 37. In chapter 37 verse 16. The prophet is commanded to take a stick and write upon it for Judah and for the children of Israel, his companions, and another stick and write upon it for Joseph, the stick of Ephraim, and all the house of Israel, his companions. Zo lezen we in hoofdstuk 37, vers 16 van Ezekiel over de profeet die een stuk hout moet nemen. Of twee stukken. En op het ene stuk hout schrijft hij dan voor Juda en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. En op het andere stuk hout voor Jozef, het stuk hout van Efraïm en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen. In verse 17, the prophet is commanded to bring these sticks near to one another, that they may become one in the prophet's hand. En in vers 17 krijgt de profeet de opdracht om die twee stukken hout bij elkaar te houden, zodat ze één worden in zijn hand. And this, the prophet is commanded to tell the people, means that God will take the stick of Joseph
which is in the hand of Ephraim and the tribes of Israel, his companions, and put them unto him together with the stick of Judah, and make them one stick, God says, and they shall be one in my hand. Verse 19. En de profeet moet dan van God vertellen wat dat betekent in vers 19. Namelijk dat God het stuk hout van Jozef zal nemen dat zich in de hand van Ephraim bevindt en van de stammen van Israël zijn metgezellen. En hij zal dat voegen bij het stuk hout van Juda en hij zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in mijn hand één worden. Now there is much to discuss in this prophecy in Ezekiel, just not now because we don't have the time. I think it's just most critical for us to bear in mind that the culmination of this reconciliation, as we read it in verse 28, is, and the nations shall know that I am God who sanctifies Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them forever. En er valt heel veel te zeggen over deze versen, maar nogmaals, daar hebben we de tijd vanavond niet voor. Wel denk ik dat het belangrijk is om aan te stippen waar dit alles naartoe leidt. En dat staat in vers 28. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben die Israël heiligt, wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. This theme then of Judah and Israel reunited is a necessary component of this vision of redemption, with everyone being rejoined together as part of that message to the world, for all the world to know about God. Verzoening tussen Israël en Juda is dus een noodzakelijke voorwaarde voor de totale verlossing, waar al die volken weer worden samengevoegd om uiteindelijk God te erkennen als Allerhoogste. This continues to be a message in the second temple period as well. When we read in the words of the prophet Zechariah in chapter 8, again addressed to the remnant of this people in verse 13, speaking to the house of Judah and the house of Israel. En dit blijft ook een thema in de tweede tempelperiode. Zoals we kunnen lezen in Zechariah 8, waar gesproken wordt tegen het huis van Juda en het huis van Israël. Now, if you ask me, what does this actually mean with respect to the vision of the redemption in the future? En als je mij nu vraagt, wat betekent dit nou met voor de visie op de verlossing? My response is, well, we'll see. With God's grace and God's blessing when the time comes. Dan zeg ik, met Gods genade en zegen zullen we dat te zijner tijd zien. That is, I don't know what form this reunification of Judah and Israel is actually going to take. Ik weet niet exact welke vorm die verzoening tussen Juda en Israël en die hereniging, hoe dat er zal uitzien. There is a tradition that the prophet Jeremiah brought back members of each of the tribes of Israel before the Babylonian exile, which would mean that each of the tribes is represented in the Jewish people today, just we don't know who represents each tribe. Er is een traditie dat de profeet Jeremia van iedere stam mensen nam uit het Noordelijke Rijk en deze naar het Zuidelijke Rijk bracht voor de Babylonische ballingschap. Wat zou betekenen dat er dus van iedere stam leden aanwezig zijn in het Zuidelijke Rijk, in Juda. We weten alleen niet wie precies van welke stam is. And of course, there is certainly the possibility that there are throngs and throngs of people who
do indeed come from the house of Israel, who will return together with Judah on that blessed day. En er is ook de mogelijkheid dat er massa's en massa's mensen zijn die te zijner tijd samen met Juda terug zullen keren. What important for us to affirm again is that redemption ultimately means the reconciliation and resolution of everything. Wat we nogmaals in gedachten moeten houden is dat de uiteindelijke verlossing, verzoening betekent ook tussen alles en iedereen. And I think it is in that manner, returning once again to chapter 11 in Isaiah, that we understand what is described in verse 14. After the reunification of Ephraim and Judah, of the house of Judah and the house of Israel. And daardoor kunnen we nu ook begrijpen, als we teruggaan naar Jesaja 11, wat in vers 14 geschreven staat. Dus nadat Juda en Ephraim, het huis van Juda en het huis van Israël, herenigd zijn. In verse 14, they shall fly down upon the shoulder of the Philistines on the west, and together they shall spoil the children of the east. They shall put forth their hand upon Edom and Moab, and the children of Ammon shall obey them. Zij zullen op de schouders van de Filistijnen neerstrijken in het westen. Samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen. Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn. Now once again, I don't know what form those confrontations will take. Will they be violent confrontations? Will they be peaceable ones? We'll see. And it may indeed hinge upon how ready the world is to countenance the return of God's presence. En nogmaals, ik weet niet welke vorm dit zal aannemen, of dit gewelddadig zal zijn, of op een vredelievende wijze zal plaatsvinden. En dat zou ook heel goed af kunnen hangen, kunnen draaien rondom in hoeverre de wereld bereid is om God onder ogen te zien. But what I will observe is when we consider what these words of Isaiah inevitably summon in our memories, we consider the military exploits of King David as recounted in the second book of Samuel in chapter 8. Als we zien wat nu uiteindelijk is wat Jesaja hier oproept, dan moeten we ook denken aan de militaire zaken die koning David uitvoerde, zoals dat verteld wordt in 2 Samuel hoofdstuk 8. That is, we read that David smote the Philistines and subdued them. He smote Moab, and Moab became the servants of David. He smote Hadad-Ezer, the son of Rehob, the king of Tzoba. And in the continuation of the chapter, there is reference to Aram. There is reference to all of the nations round about that ultimately were subdued and subservient to the reign of King David. We lezen dus in hoofdstuk 8 van 2 Samuel dat David de Filistijnen versloeg, dat hij Moab versloeg, dat hij Hadadezer, de koning van Rehob, koning van Soba, versloeg. En verderop lezen we ook nog dat hij Aram verslaat. En ja, al de naties die rondom Israël zijn. En ze werden onderworpen en onderhorig gemaakt aan David. If we ask ourselves, what is so significant with respect to these encounters, I'll respond on two levels. En als je mij vraagt van wat is er dan zo belangrijk aan
deze overwinningen, dan wil ik antwoorden op twee niveaus. One, as expressed vividly in verse 6, God saved David whithersoever he went. Eén daarvan is genoemd in vers 6. De Heere gaf David de overwinning overal waar hij heen ging. After describing the subduing of Edom in verse 14, again, that God saved David whithersoever he went. En dat staat ook in vers 14, nadat David Edom heeft verslagen, de Heere gaf David de overwinning overal waar hij heen ging. So this is part of our being able to discern God's hand in the way the nations ultimately come together. Instead of the ongoing skirmishes and battles, they are subdued. Dus dit is ook onderdeel van hoe de volken voor God uiteindelijk verschijnen. In plaats van allemaal oorlogjes en twist en veldslagen, worden ze gewoon allemaal onderworpen. That's one aspect. The other is a recurrent theme that we see throughout here in verse 2, that Moab brought presents. In verse 6, Aram does the same, that all of these nations are ultimately part of the broader scheme of providing the raw materials for building God's temple in Jerusalem. En dat is één aspect. Een ander aspect is wat we kunnen lezen in bijvoorbeeld vers 2 en vers 6, waarin Moab en Syrië schatting moeten afdragen, dat zij dus gezamenlijk, de volken gezamenlijk, voorzien in alle ruwe materialen die nodig zijn voor het bouwen van Gods tempel. Some do it completely of their own volition, such as when we read in verses 9 and 10 of To'i, the king of Hamath, sending his son to pay homage to King David, to greet him and to bless him and to bring to him vessels of silver and of gold and of brass. Others may be less of their own volition, but ultimately all of it King David dedicates not to himself, but to God. Sommigen die brengen die rijkdommen uit zichzelf, zoals we kunnen lezen in vers 9 en 10. Als Toi, de koning van Hamath, hoort dat David het leger van Hadadezer verslagen heeft, dan stuurt hij zijn zoon om David geluk te wensen. En hij neemt ook geschenken mee, namelijk zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en koperen voorwerpen. En anderen doen dat niet vrijwillig, maar hoe dan ook. Alles wat uit die strijd voortkomt, alle rijkdommen die daarbij worden verzameld, houdt David niet voor zichzelf, maar worden gebruikt voor de tempel, wordt aan God gewijd. So ultimately, it's all about bringing God's presence manifestly into this world. Dus uiteindelijk gaat het er steeds om Gods aanwezigheid hier op aarde zichtbaar te maken. As most epitomized in verse 15, David reigned over all Israel, and David executed justice and righteousness unto all his people. En zo lezen we dan in vers 15, zo regeerde David over heel Israël, en David deed recht en gerechtigheid aan heel zijn volk. So, returning once again to what we saw in Isaiah chapter 11 and verse 14, obviously part of the message in this description of dominating and subduing the enemies is that in that blessed day of the future, we will experience a kind of resonance with what was in that golden age of Israel under the reign of King David.
Dus het verband nogmaals met Jesaja 11 vers 14 is dat als we die dingen zullen gebeuren in die dag, dan zullen we een bepaalde resonantie zien met wat er gebeurde in die gouden eeuw, de tijd van David, toen hij al die veldtochten ondernam. But besides the historical aspect what was, there is of course also the aspect of what will be. Maar naast het aspect van wat er is geweest, is er natuurlijk ook het aspect van wat er zal zijn. And perhaps this is most aptly expressed in the prophecy of Obadiah. En dit wordt misschien het best nog wel uitgedrukt in de profetie van Obadiah. Where he clearly is describing the world of the future, not the past. Waar hij duidelijk de wereld van de toekomst beschrijft en niet van het verleden. In verse 17, in Mount Zion, there shall be those that escape, and it shall be holy. And the house of Jacob shall dispossess those who dispossessed them. In vers 17, maar op de berg Sion zal ontkoming zijn, die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Of ze zullen onteigenen degene die hen onteigend hebben. Again, it's only truly, fully a redemption, a restoration. When it is a resolution and reconciliation of everything that came before. En nogmaals, er is pas een volledige verlossing als er een oplossing is en een verzoening van alles en iedereen wat er daarvoor was. And indeed, there is a detailed description of the subduing of the enemies in the verses that follow. What's crucial for our purposes is the way it ends in verse 21. And saviors shall come up on Mount Zion to judge the Mount of Esau, and the kingdom shall be God's and God's alone. Er staan dan nog wat details over het onderwerpen van diverse gebieden of volken. Maar wat voor ons cruciaal is, is hoe het eindigt in vers 21. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Esau te oordelen. En het koningschap zal van de Heere zijn en van hem alleen. As an additional aspect of that complete redemption and restoration, we continue in verses 15 and 16. That God will utterly destroy the tongue of the Egyptian sea. And with the strength of his wind, will he lift his hand over the river, and will smite it into seven streams, and cause men to march over dry shod. En met deze dingen over het einde der dagen in tijden, kijken we dan naar Jesaja 11 vers 15. Dan zal de Heere de inham van de zee van Egypte met de ban slaan, en hij zal zijn hand opheffen tegen de rivier, de Eufraat, door zijn sterke wind. Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan. Just as in verse 11, the first two places from which the remnant of God's people would return are Assyria and Egypt, here too there is the tongue of the Egyptian sea for those who are returning from Egypt, and the river being the Euphrates for those who are returning from Assyria. En net zoals dat in vers 11 als eerste Assyrië en Egypte genoemd werden in verband met de terugkeer van het overblijfsel, staan ook in vers 15 Egypte en Assyrië genoemd, namelijk de inham van de zee van Egypte en de rivier, namelijk de Eufraat. Voor wat betreft Assyrië, beide als een weg voor de ballingen om terug te keren.
And so in verse 16, there shall be a highway for the remnant of his people that shall remain from Assyria, like as there was for Israel in the day that he came up out of the land of Egypt. En zo staat het dan dus in vers 16. Er zal een gebaande weg zijn voor de rest van zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte. So of course, referring to what happened when Israel came up out of Egypt in Exodus chapter 14, we read of the splitting of the sea on behalf of the people of Israel by Moses. En met betrekking tot die dag dat het volk Israël wegtrok uit het land Egypte, lezen we natuurlijk in Exodus 14 over de Rietzee die doormidden splijt ten behoeve van het volk Israël om daar doorheen te trekken. En in Joshua chapter 3, we read of the splitting of the waters of the Jordan on behalf of the people of Israel when they crossed the Jordan opposite Jericho in entering the land on the west side of the Jordan River here. En in Joshua 3 lezen we over de Jordaan die door midden splijt, ook ten behoeve van het volk Israël, ter hoogte van Jericho, om daar ja, de rivier over te steken en ten westen daarvan het land binnen te komen, hier in de buurt van Jeruzalem. And of course, the point of all this, as expressed in Psalm 66 in verses 5 and 6, is to see the works of God. Awesome in his doing toward the children of men, he turned the sea into dry land and went through the river on foot. There let us rejoice in him. En het doel van dit alles, en dat kunnen we onder andere lezen zoals uitgedrukt in Psalm 66, vers 5 en 6. Kom en zie Gods daden. Ontzagwekkend is zijn doen voor de mensenkinderen. Hij heeft de zee veranderd in het droge. Zij zijn te voet door de rivier gegaan. Daar hebben wij ons in hem verblijd. Because after all, ultimately, it is after all about our being able to rejoice in him, to be aware of God's presence. That it's not simply a matter of migrations of people going from one part of the earth to the other. It is being guided home by God. Uiteindelijk gaat het natuurlijk hierom dat we verblijd zijn in hem, vreugde kunnen scheppen in zijn aanwezigheid. Het gaat niet om alleen maar om volken die van de ene kant van de aarde naar de andere migreren, maar het samenkomen van al die volken voor zijn aangezicht. As summarized later on in Isaiah chapter 27 verse 13, it shall come to pass in that day that a great horn, a shofar, will be blown, and they shall come that were lost in the land of Assyria, and they that were dispersed in the land of Egypt, and they shall prostrate themselves before God in the holy mountain at Jerusalem. Zoals uitgedrukt later in Jesaja in hoofdstuk 27 vers 13. Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de Heere neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. Now, this completes the prophet's description of the redemption and the redeemer in Isaiah chapter 11. What follows in chapter 12, in a scant 6 verses, are the songs of salvation following that redemption. Nu, dit vers, met dit vers wordt de beschrijving voltooid van de verlossing en van de verlosser. En wat volgt is dan hoofdstuk 12, waarin de liederen van verlossing staan.
Now, here, admittedly, again, we have major ambiguities in how to interpret the verses. We begin with chapter 12, verse 1. En ook hier is er een bepaalde vaagheid over hoe we die versen moeten interpreteren. We beginnen met 12, vers 1. Well, we could read it as, in that day you shall say, I will give thanks unto you, O God, for though you were angry with me, your anger is turned away and you comfort me. We kunnen dat lezen als, op die dag zult u zeggen, ik dank u, Heere, want hoewel u toornig op mij geweest bent, is uw toorn afgekeerd en u troost mij. That, I suspect, is roughly the translation that we will see in most of the standard translations of Isaiah. Dat is wat ik verwacht, wat we doorgaans zullen zien in de meeste vertalingen van dit vers in Jesaja. The biggest problem, perhaps the fatal flaw in that proposal for translation, is the word though. That the translation includes does not appear anywhere in the Hebrew. En het grootste probleem met zulk een vertaling zou zijn dat het woord hoewel helemaal niet voorkomt in het Hebreeuws. That is, in the Hebrew, I suspect a more faithful translation would be, I give thanks unto you, O God, for you were angry with me. Now, then the continuation either, recognizing that when your anger is turned away, you comfort me, or as a prayer, may your anger turn away and may you comfort me. Een meer getrouwe vertaling van dat stukje zou zijn, zoals ook in de Herziene Statenvertaling staat. Ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. En het vervolg van het vers kunnen we dan ook weer op twee manieren lezen. Uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Of, als een smeekbede, mogen uw toorn afgekeerd zijn en mogen u mij troosten. Before we ask what that might mean, I'd like to point out that we have another verse in the Bible, in Psalm 118. Again, the interpretation of the verse is subject to different approaches. It's somewhat ambiguous, but it may be saying the same idea that we just expressed in Isaiah chapter 12, verse 1. En we hebben ook een vers dat een soortgelijk iets uitdrukt in Psalm 118. Maar daar is ook een bepaalde vaagheid. Maar er is één manier van lezen die heel goed aan zou sluiten bij Jesaja 12, vers 1. Specifically in Psalm 118, verse 21, is it, I will give thanks unto you, for you have answered me and are become my salvation? Or is it, I will give thanks unto you, for you afflicted me and are become my salvation? Dus in Psalm 118, vers 21, dat kan gelezen worden als, ik zal u loven, omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. Dus omdat u mij verhoord hebt. Maar het zou ook gelezen kunnen worden als, ik zal u loven, omdat u mij getroffen hebt, geteisterd hebt en mij tot heil geweest bent. Of course, understanding Psalm 118, verse 21, as I will give thanks unto you, for you have afflicted me, and are become my salvation, is very similar to understanding Isaiah chapter 12, verse 1, as I will give thanks unto you, O God, for you were angry with me. When your anger is turned away, then you comfort me. En de manier van lezen in Psalm 118, vers 21, in de zin van, ik zal u loven,
omdat u mij geteisterd hebt, omdat u mij gekweld hebt en mij tot heil geweest bent, die is natuurlijk wel heel gelijkaardig aan de lezing in Jesaja 12 vers 1, als we dat lezen, als ik dank u Heere dat u toornig op mij geweest bent, en wanneer uw toorn is afgekeerd, troost u mij. What could this possibly mean? To give thanks because you afflicted me? Wat kan dit mogelijkerwijs betekenen? Ik dank u omdat u toornig op mij geweest bent. In our tradition, that idea is illustrated by the story, and I'm sure you've all heard stories like this. The story of the person who was going to set sail on a very important voyage, and he gets a thorn in his foot, he breaks his leg, he misses the boat. En ja, we zouden dit in onze traditie drukken we dit uit met verhalen. En een van zo'n verhaal, misschien hebben jullie al vaker ook wel zulke soort verhalen gehoord. Dat gaat over een iemand die een belangrijke reis zou ondernemen per schip. Alleen hij krijgt een splinter in zijn voet en dan breekt hij zijn been. En in ieder geval het einde van het liedje is, hij mist het schip. En of course he's furious. God, why did you do this to me? He practically blasphemes against God. En ja, hij is kwaad omdat hij die boot heeft gemist, kwaad op God. En hij vloekt er bijna bij. Van waarom heeft u er toch voor gezorgd dat ik die boot gemist heb? Until he gets word that the ship sank with all hands on board. Totdat hij het bericht ontvangt dat het schip met alle opvarenden gezonken is. His missing the boat was a miracle that God did for him. Het feit dat hij zijn boot miste was een wonder dat God voor hem deed. When your anger is turned away, you comfort me, because only then do I really understand. Wanneer uw toorn is afgekeerd, troost u mij, want alleen dan begrijp ik het echt. When one considers the context in Psalm 118, I think this approach makes a lot of sense. Wanneer we deze benadering ook gebruiken in Psalm 118 rondom vers 21, dan klopt dat ook. In verse 18, God has chastened me sore. Such suffering. He has not given me over unto death. In vers 18 lezen we: de Heere heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. I give thanks to God in verse 19 and again in verse 21 because you afflicted me. In vers 19 en vers 21 staat dan dus: ik zal de Heere loven omdat hij mij geteisterd heeft, zwaar gestraft heeft. I'm suffering. But in verse 22, the stone which the builders rejected is become the chief cornerstone. Ik lijd dan wel, maar in vers 22, de steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. When it was rejected, I thought it was just the end. But then it becomes the chief cornerstone. Toen die verworpen werd, dacht ik dat dat het einde was. Maar toen bleek dat hij tot de hoeksteen was geworden. Verse 23, this is God's doing. It is marvelous in our eyes. In verse 24, this is the day that God has made. We will rejoice and be glad in it once we see the end of the story. Vers 23, dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen.
Vers 24. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Ons verheugen en verblijden als het voorbij is, als we terug kunnen kijken. Once we see the end of the story. We rarely do. En, maar als we uiteindelijk terug kunnen kijken en het einde van het verhaal kennen, verheugen en verblijden we ons zelden. The reason the story about the boat strikes us all as so unrealistic is because usually we don't get to the resolution in a period of days or even weeks or even months. It could take years, it could take decades, it could take lifetimes before we're really able to see, oh, this is what was going on. En de reden waarom zo'n verhaal als dat met die boot zo onrealistisch op ons overkomt, is omdat de oplossing, het einde van het verhaal, vaak niet binnen een week, een maand of een jaar zien. Het kan jaren duren en misschien zien we het niet eens tijdens ons leven. This in essence is the most basic message that God conveys to Job in the last chapters of the book of Job. Dit is in hoofdzaak de boodschap die God aan Job geeft aan het einde van het boek. Excerpting briefly, chapter 38, verse 4, where were you when I laid the foundations of the earth? Tell if you have the understanding. But of course, we don't have the understanding. We don't know. Een korte samenvatting in Job 38, vers 4. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Maar uiteraard, wij waren er niet toen hij de aarde grondvestte. Wij hebben dat inzicht niet. We don't know first because, again, the time frame is far too vast. As we read in Psalm 90, verse 4, 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past and as a watch in the night. En ten eerste hebben we dat inzicht niet vanwege het tijdsaspect. Zoals in Psalm 90, vers 4 vermeld staat. Want 1,000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht. Furthermore, we understand if we understand at all only when we look backward in hindsight. En ten tweede kunnen we het alleen maar zien als we terugkijken achteraf. When God in Exodus chapter 33 tells Moses that he cannot see God, meaning, of course, God isn't physical. There's nothing to see physically. He cannot understand God. No human being can. Wanneer God in Exodus 33 tegen Mozes zegt dat hij hem niet kan zien en hij daarna toch een gestalte ziet, maar God kan natuurlijk niet gezien worden in de zin dat hij een gestalte zou hebben, maar Mozes bedoelt, hij begrijpt God niet. He says to Moses in verse 23, what you will see is my back. Or as others translate it, you will see what follows from me, but my face shall not be seen. You'll see in retrospect, hindsight, what follows from me, but to understand in advance, for human beings, that's impossible. Dan antwoordt God op Mozes' verzoek om hem te kunnen zien in Exodus 33, vers 23. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Of je zult zien wat achter mij aan volgt. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. We kunnen alleen maar achteraf kijken naar de dingen die God doet. Maar van tevoren kunnen wij het niet zien. Only when we get to the conclusion, we will be able to look back and say, now I understand. Alleen als we bij de afsluiting zijn, kunnen we terugkijken en het dan gaan begrijpen.
And maybe the most striking illustration of this is the realization that, as in the story about the boat, we see things, and sometimes what we see is so superficial, so lacking in true understanding. En net als met het voorbeeld met de boot, soms zien we dingen zo oppervlakkig, zonder inzicht. On the one hand, in Ecclesiastes chapter 5, verse 12, we read that sometimes riches are kept by the owner of them, for the owner of them, to his own hurt. A person thinks the greatest thing happened, he won the lottery. And we know so many stories. People who get windfall gifts and it completely ruins their lives. They thought it was a blessing. It was just the opposite. En in Prediker 5, vers 13, lezen we ook dat als we alleen maar de oppervlakte krijgen, dat rijkdommen ook iets stuk kunnen maken. We horen wel eens van mensen die de loterij winnen. En ze denken van, nou, dit is een zegen. Hierdoor ben ik rijk. Maar uiteindelijk helpt het hen niet, maar stort het hen alleen maar in het verderf, die rijkdom. To make this a little bit more concrete in the opposite direction. Two examples that we've noted in the past. En om daar nog twee voorbeelden bij te geven die we ook in het verleden al behandeld hebben. In Exodus chapter 5 we read the consequences of Moses coming to Pharaoh and petitioning Pharaoh to let Israel go. In Exodus 5 lezen we de gevolgen van dat Mozes voor de farao komt om hem te vertellen dat die zijn volk moet laten gaan. The consequence, as we read from verse 7 and on, is that the bondage becomes so much more severe, the suffering so much more acute. In vers 7 lezen we dan dat het lijden nog erger wordt. Pharaoh no longer even gives the straw to make the bricks. And by consequence, as we read in verse 12, the people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble for straw. De farao geeft zelfs geen stro meer om de stenen mee te bakken. En als gevolg daarvan lezen we in vers 12, toen verspreidde het volk zich over heel het land Egypte om stoppels te verzamelen in plaats van stro. All over Egypt, just to get some stubble? Over heel Egypte, gewoon om wat stoppels te verzamelen. And we've shared in the past, in our tradition, what really is taking place beneath the surface is something far, far deeper. En we hebben in het verleden al eens opgemerkt dat wat hier plaatsvindt onder de oppervlakte is, gaat veel dieper en verder dan wat we hier aan de oppervlakte lezen. It's time for the 10 plagues to unfold in all of their ferocity, to bring Egypt to its knees. Het is tijd dat de plagen zich in een volle hevigheid ontvouwen om Egypte op de knieën te dwingen. But God, so to speak, has a problem. Maar God heeft een probleem, zo gezegd. When the plagues begin to strike, the ordinary Egyptians will have a complaint. Pharaoh sinned and we have to be punished? That's not fair. Als de plagen de gewone mensen in Egypte zouden treffen, dan zouden ze kunnen zeggen van, ja, de farao heeft gezondigd en nu zitten wij met de brokken, nu worden wij gestraft. Dat is toch niet eerlijk? And that potential complaint was enough to stop the process of redemption dead in its tracks, can't go forward. En de mogelijkheid van die klacht was voldoende om die verlossing tot stilstand te brengen, om
dat het afgekapt werd en niet door kon gaan. You can't have a redemption that is unjust. Je kunt namelijk geen verlossing hebben die onrechtvaardig is. And so God contrives to have this test of the Egyptians. And now Pharaoh isn't giving the people of Israel the straw. Now, straw, stubble, is lying around in everyone's field because after the harvest, there's no purpose in it. It's ownerless. Doesn't make a difference to anyone. Dus God beraamt deze opzet. En als de farao geen stro meer geeft, dan zou dat in feite nog steeds ruim voorradig moeten zijn. Want als de oogst binnengehaald is, dan liggen het stro en de stoppels liggen op het land. En niemand heeft er wat aan. Het is waardeloos. So why do people have to scatter abroad throughout all the land of Egypt just to find the stubble? Dus waarom zouden de Israëlieten zich over heel het land Egypte moeten verspreiden om stoppels te verzamelen? Because when they would go into anyone's field, even though the stubble was ownerless, no one cared about it, the Egyptians would chase them out of their fields, saying, "You're not getting stubble out of my field." So they had to keep on going, looking, searching until they found the stubble to make the bricks. And it was so painful. So much suffering. Such grievous torture that not only do the officers of the people of Israel complain to Moses, "The Lord look upon you and judge," but Moses himself goes back to God and says, "What are you doing? Why are you dealing so badly with his people? Since I came to Pharaoh to speak in your name, he has dealt ill with his people and you didn't save them." Die stoppels die zijn op ieder stuk grond aanwezig. Dus waarom moesten ze nu over heel het land verspreid die stoppels gaan verzamelen? Nou, zodra ze op een veld zouden komen om die stoppels te verzamelen, dan zou de eigenaar van het land, een Egyptenaar, hen wegjagen. Van, je krijgt mijn stro niet van mijn land. En zo trokken de Israëlieten gedwongen van landgoed tot landgoed om stro en stoppels te verzamelen. En dat was zulk een marteling, een kwelling, een pijn en een lijden, dat niet alleen de opzichters van de Israëlieten klagen tegen Mozes, maar dat zelfs Mozes teruggaat naar God en zegt, waarom doet u dit volk dit kwaad aan? Waarom hebt u mij gezonden? Vanaf het ogenblik dat ik naar de farao gegaan ben om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan en u hebt uw volk helemaal niet gered. To mere mortal eyes, even the eyes of Moses, such suffering, such pain, such anguish, such torture. Why? En in de ogen van de mensen en zelfs in de ogen van Mozes is het zo'n kwelling, zo'n marteling. Waarom toch? Only from God's perspective. Now the Egyptians aren't even letting Israel take the stubble from their fields. That excuse that we didn't deserve this because it was only Pharaoh who was sinning has just evaporated. Alleen van Gods perspectief kunnen we dit begrijpen. Want nu de Israëlieten die stoppels niet mogen verzamelen, kunnen de Egyptenaren zich niet meer verschuilen achter dat argument, dat mogelijke argument van de farao heeft dan wel gezondigd, maar wij toch niet, wij verdienen die plagen niet. Dat argument verdwijnt als sneeuw voor de zon. Now, and only now, nothing stands in the way of the plagues being unleashed upon Egypt in all of their fury. Vanaf nu, en alleen vanaf nu, staat niets meer in de weg om de plagen in volle hevigheid te laten losbarsten en de verlossing teweeg te brengen.
We thought it was suffering, maybe punishment. It was the beginning of the redemption itself. We dachten misschien dat het straf was, maar het was het begin van de verlossing zelf. God says to Moses in chapter 6, verse 1, "Now you shall see what I will do to Pharaoh. For by a strong hand shall he let them go, and by a strong hand shall he drive them out of his land." En God spreekt tot Mozes in hoofdstuk 6. Even zoeken naar het vers. It may be the last verse of chapter 5 in your Bible. It is. Thank you. bij ons is dat dus hoofdstuk 5, vers 24. Toen zei de Heere tegen Mozes: "Nu zult u zien wat ik de farao zal aandoen. Voorzeker, door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ja, door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven." So it appeared to mortal eyes to be part of the problem was part of the solution. Dus wat oppervlakkig gezien voor de mensen onderdeel van het probleem leek te zijn, was in feite onderdeel van de oplossing. We konden het alleen op dat moment niet zien. Again, I thank you, God, for you afflicted me. Nogmaals, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. For you were angry with me. Want u was boos op mij. That in itself is the harbinger of the comfort that comes afterward, but only afterward. Dat in zichzelf is de voorbode van de troost die daarna komt. Maar alleen achteraf. In Micha, chapter 7, verse 8. "Rejoice not against me, O my enemy." Now, we can translate the continuation as, "Though I am fallen, I shall arise." But we'll translate it as, "When I am fallen, I am arisen. When I sit in darkness, God is a light unto me." In our tradition, if I would not have been fallen, I would not have arisen. If I would not have sat in darkness, God would not have been my light. In Micha 7, vers 8 lezen we: "Verblijdt u niet over mij, mijn vijand, mijn vijandin." En dan kunnen we lezen: "Hoewel ik gevallen ben, zal ik weer opstaan." Maar wij zullen hier lezen: Want ik ben gevallen, maar ik ben weer opgestaan. En het vervolg: "Als ik in duisternis zit, wanneer ik in duisternis zit, is de Heere mij een licht. Als ik niet gevallen was, zou ik niet opnieuw zijn opgestaan. En als ik niet in de duisternis had gezeten, zou de Heere mij niet tot een licht zijn geweest." Likewise, Proverbs chapter 24, verse 16. "A righteous man falls 7 times and rises up again." En zo staat het ook in Spreuken 24, vers 16. "Want al valt een rechtvaardige 7 maal, hij staat weer op." One of the great scholars of the last generation, Rabbi Isaac Huttner, commented that superficial people think this verse is saying that even though the righteous man falls 7 times, nonetheless he rises. Geleerde uit de vorige eeuw, Isaac Kuttner, die zegt oppervlakkig gezien, en mensen die oppervlakkig naar dit vers kijken, die zeggen: "Hoewel een rechtvaardige 7 maal staat, 7 maal valt, staat hij niet tegenstaande toch weer op." Those who read more deeply understand the righteous man is the one who knows, because he has the dedication, the devotion, the insight, the foresight,
to transform every fall into a new beginning, a new rise. Maar de ingewijde, degene die dieper kijkt, die ziet in dit vers dat de rechtvaardige het doorzettingsvermogen heeft en het uithoudingsvermogen, het inzicht om van iedere val iets positiefs te maken, om dat om te buigen en zijn val tot een opstanding te maken. The wicked stumbling in evil, don't bother. They don't have that perseverance, that dedication. When they fall, they just remain sprawled in the dirt. De goddeloze die heeft niet dat doorzettingsvermogen en die toewijding. Als die valt, dan kan hem dat niet schelen. Die blijft gewoon op de grond liggen in de modder. And I think it is in that vein that we can well appreciate the beginning of chapter 12, verse 2. En vanuit dit oogpunt kunnen we ook waarderen wat er in Jesaja 12, vers 2 staat. Behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. What's the focus upon trust here? Wat is de focus hier van dat vertrouwen? Because even though I may be experiencing terrible darkness, pain, anguish, I've learned to trust God because I was there before. And I realize it was just because I didn't see what was really happening deep down beneath the surface. Now I have trust. I understand. God knows what he's doing. Dat vertrouwen betekent dat als je in een nare periode zit, in lijden en moeilijkheden, dat je zegt, ik vertrouw toch op God, want ik ben hier eerder geweest. En ook toen kon ik niet zien van tevoren hoe het zou eindigen. En toen zat ik ook in de narigheid. Maar nu heb ik geleerd door die narigheid heen om vertrouwen te hebben op God dat het goed zal komen. En zo, as expressed in Psalm 56, I put my trust in God. I will not be afraid. In verse 5, what can flesh do to me? Verse 12, what can man do to me? My trust is in God. En zo staat het ook in Psalm 56, vers 4 en 5. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord, op God vertrouw ik. Ik vrees niet, wat zou een schepsel mij kunnen doen? En vers 12, ik vertrouw op God, ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen doen? Vertrouwen is op God. Returning again to Psalm 118. We gaan nogmaals terug naar Psalm 118. Here likewise, in verse 5. Out of my straits, my difficulties, I called upon God. And that is why, since he answered me then, I will not fear. Because I realize that God is my helper. And it is better to take refuge in him than to trust in man, or to trust in princes, to trust in anyone. In Psalm 118, vers 5, uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. En omdat hij mij verhoord heeft, geantwoord heeft, ben ik niet bevreesd. Vers 6, wat kan een mens mij doen? Ik heb geleerd om op God te vertrouwen en niet op prinsen of op edelen. Niemand anders dan op God alleen. Now, Psalm 118 is actually very relevant here, because the second half of Isaiah chapter 12, verse 2, is almost identical to what we read in two other verses in the Bible. En wat we zojuist gelezen hebben is heel relevant voor het tweede gedeelte van Jesaja 12, vers 2.
Want wat we daar lezen, zien we vrij letterlijk terug op twee andere plekken in de Bijbel. The only problem is that once again here, exactly how to translate this verse is a big question. Het enige probleem is dat het niet helemaal zeker is hoe we dit vers nou moeten vertalen. This is the last big question we need to consider in this chapter, but we need to consider this. It's very important. Het is de laatste moeilijkheid die we in ogenschouw moeten nemen in dit hoofdstuk, maar het is wel een hele belangrijke. There are those who would translate the continuation of the verse that God the Lord is my strength and song, and he has become my salvation, or alternatively, that the strength and song of God is become my salvation. Er zijn er die zouden vertalen, want mijn kracht en psalm is de Heere Heere en hij is mij tot heil geworden. Maar het is ook mogelijk om te zeggen, want de kracht en psalm van de Heere Heere is mij tot heil geworden. Well, those translations presume that this word in Hebrew, vezimrat, is indeed another form of the same root that we encounter in verse 5. Zammeru, sing. So we translate it then as song. En die twee vertalingen gaan ervan uit dat het woordje voor psalm in het Hebreeuws is afgeleid van, of dezelfde stam heeft als het woordje in vers 5, Zamru, zing psalmen voor de Heere. Dus zo vertalen we dat dan ook, zing psalmen, en in vers 2 een psalm. But there's another possibility. Maar er is nog een mogelijkheid. Zimrat may come from the same root, the same form as prune. To prune branches, to cut off branches. Lismor in Hebrew. En die andere mogelijkheid is dat het woordje zimrat is afgeleid van het woord voor snoeien. Lismor. En dan dus niet psalm betekent, maar is afgeleid van het woord voor snoeien. One of the earliest classic commentators on the Bible, Rabbi Shlomo Yitzchaki, known as Rashi by his acronym, proposes this translation of the verse. That, in fact, the verse is saying that my strength, the strength and cutting of God is my salvation. The cutting, literally the pruning, that it is the strength of God and the pruning of God that are my salvation. En een van de eerste klassieke Bijbelcommentatoren, Shlomo Yitzchaki, beter bekend als Rashi, vertaalt het vers dan ook als volgt. Want de kracht en het snoeien van de Heere Heere is mij tot heil geworden. We have exactly the same form in Exodus chapter 15, verse 2, and Psalm 118, verse 14. We hebben precies dezelfde bewoordingen in Exodus 15, vers 2, en Psalm 118, vers 14. And I think, especially in the context, this translation strikes at the heart of what the prophet is telling us here. En zeker gezien in de context denk ik dat deze alternatieve vertaling het hart is van wat de profeet probeert over te brengen. Remember, Exodus chapter 15 verse 2 is coming after all of those years of bondage and suffering and anguish and torture in Egypt. Bedenk dat Exodus 15 vers 2 volgt op al die verschrikkelijke jaren van lijden, kwelling en marteling in Egypte.
In Psalm 118, the verse immediately preceding, in verse 13, you did thrust sore at me that I might fall, but God helped me. En in Psalm 118 is het voorafgaande vers, 118 vers 13, zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik viel, maar de Heere heeft mij geholpen. And what I am singing is the realization that what was my salvation is not just God's strength, but also his pruning. When you prune a tree, it looks like what you're doing is almost cutting the tree down, cutting off the branches. But it's by the pruning that the tree will grow better, healthier, stronger than it was before. En wat we ons dus moeten realiseren hier is dat het niet alleen kracht en een lied is of zo dat redding brengt, maar het kracht en het snoeien. Wanneer je een boom snoeit, dan lijkt het haast alsof je de boom ja, misschien helemaal omhakt of helemaal terug snoeit en dat het slecht is voor de boom. Maar uiteindelijk heeft dat snoeien tot effect dat de boom beter kan uitlopen en nog beter groeit en bloeit. On that day, we look back and say, now I understand. That pruning, it was cutting, it was painful. That pruning and cutting is a crucial component of the salvation that you gave me, God. Thank you. En op die dag zullen we terugkijken en zeggen, dat snoeien en dat wegsnijden was wel pijnlijk. Maar het was essentieel onderdeel van mijn redding, van die verlossing die u bracht. Dank u wel, God. And you know, it is in that vein that we could appreciate the second song in verse 4. In that day you shall say, give thanks unto God, call in his name, declare his doings among the peoples, make mention that his name is exalted. En zo kunnen we dan ook het tweede lied in hoofdstuk 12 waarderen. Vers 4. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. That same word in Hebrew for exalted, v'nisgav, we already encountered in Isaiah chapter 2. And the emphasis there was, in verse 11, God alone will be exalted in that day. Again, in verse 17, when the loftiness of man is bowed down, God alone will be exalted in that day. God alone. En dat woordje hoog verheven dat we in vers 4 zien van hoofdstuk 12, zagen we eerder in Jesaja 2 in vers 11 en vers 17, waar de context is, alleen de Heere zal op die dag hoog verheven zijn. Hij alleen zal hoog verheven zijn. Likewise, Psalm 148, verse 13. His name alone is exalted, alone, because only God can truly understand and explain to us how all of this really is part of that process, that redemption, that restoration, that necessarily is a reconciliation, that necessarily is the one place where everything ultimately is resolved. En zo lezen we ook in Psalm 148, laten zij de naam van de Heere loven, want zijn naam alleen is hoog verheven. Alleen zijn naam is hoog verheven, omdat hij de enige is die alles overziet en ons kan uitleggen hoe de samenhang is van al die dingen die gebeurd zijn, ook de moeilijke dingen, het snoeien
en hoe die al die dingen hebben geleid tot verzoening en oplossing van alle dingen, leidend naar die verlossing. And one final closing observation that follows from all of this. En dan nog een kleine opmerking over wat uit dit alles volgt. I realize this has been a very long and draining session, but consider the final two verses. Sing unto God in verse 5, for he has done majestically. This is made known in all the earth. Cry aloud and sing praises, you inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of you. We lezen in vers 5 en 6 van Jesaja 12. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. This is an interesting order, isn't it? That is, on the one hand, it is made known in all the earth that God has done majestically. So the whole world knows about it. That's in verse 5. Dit is eigenlijk al een hele bijzondere volgorde, vindt u niet? Want in vers 5 zien we dat God grote dingen heeft gedaan en dat bekend wordt over heel de aarde. But the inhabitant of Zion only in verse 6 cries aloud and sings. Only in verse 6, great is the Holy One of Israel in the midst of you, in the midst of Zion. Maar in vers 6 pas zingt de inwoner van Sion, juich en zing vrolijk, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Shouldn't it be the other direction? Zou dat misschien niet andersom moeten zijn? The truth is that we see another example of it being specifically that direction. De waarheid is dat we ook in andere plaatsen in de schrift precies deze volgorde zien. Returning and concluding with Psalm 126. Terugkerend en ook afsluitend met Psalm 126. When God brings back those that return to Zion. Wanneer God de Heere de gevangenen van Sion terugbrengt. Then we read in verse 2. Then they will say among the nations, God has done great things with these. Dan, zo lezen we in vers 2, zegt men onder de heidenvolken, de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. And only in verse 3, Israel says, God has done great things with us. We are rejoiced. En pas in vers 3 zegt Israël, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn wij verblijd. Why is it that they will say among the nations first that God has done great things with these before Israel realizes that God has done great things with us? Waarom is het dat men eerst onder de volken zegt dat de Heere grote dingen bij hen gedaan heeft, voordat Israël zal zeggen, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan? Perhaps this is something that is endemic, entrenched in the process of redemption. Misschien is dit iets wat besloten ligt in het concept van verlossing. You really don't understand until it is upon you. Je begrijpt het pas als het je overkomt. Especially because it is that restoration that involves a reconciliation, a resolution of everything, of all the anguish, all the pain, all the suffering. And when you're in the midst of it, you may only see the anguish and the pain and the suffering. You may not even see the redemption so quickly. Want het onderdeel of wat leidt tot die totale verlossing is
die verzoening en oplossing van alle dingen waar ook lijden en kwelling bij horen. Maar als je daar middenin zit, dan zou het kunnen zijn dat je alleen maar dat lijden en die kwelling ziet. En ja, het oog verliest op de verlossing. You may need someone outside, more objective, to be out there and tell you, you know, God did great things with these, before you'll realize, oh yeah, he did. Het zou kunnen zijn dat je iemand anders nodig hebt, iemand die wat verder afstaat, een objectieve waarnemer die jou kan zeggen, God heeft grote dingen met hen gedaan, voordat je zelf kunt zeggen, ja, inderdaad, God heeft grote dingen met ons gedaan. But you know, ironically, that perhaps more than anything else is the sign that it is the true redemption. Maar dat, meer dan al het andere, is het teken van de ware verlossing. If it's simple, if it's straightforward, if it's easy to understand, if it's something simple and superficial, it's not the real thing. Als het erg eenvoudig zou zijn en makkelijk en oppervlakkig, dan zou dat niet de ware verlossing zijn. If it's deep, so deep, it strikes at the very roots that underlie everything, everything, all of history, all of reality. So deep that until you're ready to look really, really deeply, you won't even be able to see it. Then it's the real thing. Als het diep is, zo diep dat het aan de wortel ligt van alles wat er ooit gebeurd is. Al het lijden, alle pijn, alles komt samen. Als je dan terugkijkt en het ziet het zo diep, dan is dat de ware verlossing. If it hurts, if it's painful, it means it's providing you with a key to be able to unlock that pain, to understand the whole picture, to resolve everything that hasn't been resolved, then it's for real. Als je in de pijn ervaart, als het pijnlijk is, dan wordt daarin een sleutel aangereikt om het mysterie te ontsluiten, om die verlossing te gaan zien. En dat is wanneer je de ware verlossing kunt gaan begrijpen. This of course is a portrayal of the final redemption of the world. Dit is natuurlijk een plaatje dat ik schets van de uiteindelijke verlossing van de hele wereld. It also pertains in a small way to each and every one of us. Maar het heeft ook betrekking op een wat kleinere schaal voor ieder van ons. Personal redemption necessarily is redemption of everything. Everything that makes us who we are. Everything, looking back, that gave us so much pain and anguish. Persoonlijke verlossing omvat ook alles wat er gebeurd is. Alles in ons leven wat ons pijn en kwelling heeft veroorzaakt. And that's the blessing with which I'd like to conclude. En dat is de zegen waarmee ik wil afsluiten. May we each experience that personal redemption of being able to see how everything comes together. Everything ultimately is reconciled and resolved.
mogen we allen ook die persoonlijke verlossing zien, waarin alles samenkomt, alle dingen worden verzoend en opgelost. And seeing that in our own personal lives, may that ready each of us to witness with our own eyes in our own lives that final blessed day when everything is resolved, the final redemption. En mogen die persoonlijke verlossing ons ook het inzicht schenken en mogen we met onze eigen ogen ook aanschouwen de dag waarop die totale, volkomen verlossing voor heel de wereld plaatsvindt. God bless you. God zegene jullie.